Deze nieuwsuitzending die betreft echt fake nieuws. Ik heb een internetverslaving. En ik heb op al deze websites gezeten. Al die vage sites, hè? Maar die site van de Verenigde Naties. Daar vind je interessante dingen, hoor. En de NATO. In dit geval heb ik niks over de NATO. Maar wel van... Ik ga voorlezen uit het echte fake nieuws. Te beginnen... De kop is dan in het Engels allemaal, maar het komt erop neer. Schaken is te zwart-wit. Zo, ook in Nederland heeft die VN-delegatie grote aanhang. En heel veel mensen die vinden dat schaken veel te zwart-wit is. Met name het feit dat wit altijd mag beginnen. En zwart moet er maar een beetje achteraan hobbelen. In Engeland, in Amerika heet dat het witte privilege. Het privilege van wit. Dat wit als eerste een mazet mag doen. Dat komt nogal denigerend over bij mensen uit Kenia en Zimbabwe en Zuid-Afrika in het algemeen. En die voelen zich achtergesteld. En jarenlang wisten ze daar niet van. Maar vanwege die doorbraak van de internetrevolutie kunnen ze ook kijken naar de YouTube-filmpjes van Boris Spassky en Garry Kasparov. En die hebben aan de bel getrokken. We krijgen we nou te horen? Dus al in de 19e eeuw zat iemand als Paul Morphy, die zat al wit begint. Ja. En wie heeft ons daar een brief over gestuurd? Maar nu zijn die bevolkingsgroepen erachter gekomen. En gelukkig hebben ze de Verenigde Naties. Nou, die gaan er wat aan doen. Er is één voorstel ingediend dat er niet langer getost wordt. Dat is wat we dus... wij de schaakspelers... Dan doen we een pion in de ene hand en een pion in de andere hand. En dan onder de tafel roep, of achter de rug. Roep. En dan hou je zo je vuisten omhoog. En die ene krijgt wit en die andere krijgt zwart. Nou, dat hoeft straks niet meer. Dat is het voorstel, hè, binnen de Verenigde Naties. Je kiest een kleur, maakt niet uit wat. En dan wordt er met een dobbelsteen gegooid. En als het oneven is, dan gaat de ene kleur beginnen. En wit bijvoorbeeld. En als het even is, nou, dan begint zwart. Daar is een beetje commotie over ontstaan, hoor. Moet ik zeggen. Door dat voorstel van die Kenianen. Dat is dan wel leuk dat je antiracistisch bent. Zwart mag ook een keer beginnen. Ja, het punt is dat al die literatuur... En al die schaakboekjes en al die... Mato Jellic, die staat onder deze site, hè? Dat is geen fake nieuws, maar anyway. Maar dit wel, hè? Mato Jellic staat hieronder. Maar die heeft al die filmpjes neergezet. Waarbij het erg belangrijk is om te weten wie er zwart heeft en wie er wit is. Zwart heeft, wit heeft. Want hij wit mag beginnen. Er is er nog een andere manier. En die is een soort contragroep. Dus met Hegeliaanse dialectiek. Zo werkt dat dan. Die altijd een contra opwerpen. Om het conflict duidelijk te maken. En dan komt zo dadelijk de synthese komt eruit natuurlijk. En die antithese. De these is dan dat het niet eerlijk is als wit iedere keer mag beginnen. De antithese is dat we met de dobbelsteen gaan bepalen wie er gaat winnen. En de synthese is dat we ophouden met de begrippen wit en zwart. Het wordt groen en rood. Kijken of dat een beetje volhoudt. En straks krijg je stippeltjes tegen streepjes.
Heb je ook nog dat bord, moet je ook aanpassen, maar dat is niet zo moeilijk. Kan je denken over kuiltjes en bergjes. Ik hoop dat het goed afloopt, hoor. Ik voorspel je een enorme vervolging van al die mensen die nu op Lichess zitten. Waaronder ook negroïde mensen. En die raken helemaal in de war. Maar wat nou? Moet zwart beginnen? Ja, maar waar moet mijn koning dan staan? Ga je schaken in spiegelbeeld? Ja, dat is dan een synthese. Ja, dan kan je alles door elkaar heen. Of je moet je twee dobbelstenen gooien. Want die ene dobbelsteen bepaalt of jij mag beginnen. En die andere dobbelsteen bepaalt waar je koning moet staan. Of je spreekt af dat degene die mag beginnen, die heeft de koning aan de rechterkant. En die andere aan de linkerkant. Vanuit de speler gezien. Ja, er worden een paar nieuwe spelregels. Al die schaakboeken, die kunnen allemaal in een open haard. Dus dan leveren we lekker veel CO2 en zo. Hè. Dat is dan weer een voordeel natuurlijk. Goed, laten we hopen dat die discussie bij de Verenigde Naties over white privilege goed afloopt. Er is de volgende, dat de transgenderorganisatie, ja dat wist je niet, maar het is momenteel een mondiale transgenderorganisatie. En die is erachter gekomen dat er een soort Amish, Eco of Eco groep is, die meisjes bijvoorbeeld, hè, die graag jongensdingen willen doen, die mogen jongensdingen doen. En vice versa voor jongens ook. Dus iemand van 6, alleen maar een jongetje, die zegt, ja mama, ik voel me eigenlijk een meisje. En dan heb je van die instructieboekjes. En dan mag die jongen van 6 de afwas doen. En de planten water geven. Oppassen op het kleine babytje van de buren. Limonade maken voor iedereen. Tijdens een verjaardag in de rond te gaan met een schaal met koekjes. Alles in de gaten houden. Lekker de toezichthouder zijn. Koekjes bakken. Ja, als die jongetjes dat graag willen. Uit het respect voor het transgenderisme, maar dan vanuit de psychologische hoek. Ja, een plantenonderhoud, dat schijnt heel goed. Ja, allemaal succesnummers. Hè? Ramen lappen. Koelkast uitmesten. Zuiveren. Ja, het werkte echt goed. Al die jongens die graag een meisje willen zijn, die zijn helemaal in hun elementen. En als ze oud genoeg zijn om bij het fornuis te kunnen, ja, dan gaat het dus richting eten koken. Boodschappen doen. Man. Nou, de vooruitzichten zijn bijzonder goed. Die jongens komen helemaal in hun element. Zo'n jongen van 6 kan al boodschappen doen hoor. Met een zakmes op stap. Ja, natuurlijk een zakmes in je zak voor het geval dat je... Hè? Ja, je bent toch een jongen. Ja. En die meisjes, hè, die schijnen het ook heerlijk te vinden. Geweldig. Wel, die meisjes die zeggen, want eigenlijk voel ik me een jongen. En die mogen jongensdingen doen. Onder dames toezicht of heren toezicht maakt het allemaal niet uit. Maar ze zullen allemaal jongensdingen doen. Fikkie stoken. Met een kano overlevingstocht houden.
Die mogen hier in Arnhem, dat staat dan in het plan van de Verenigde Naties, dat hebben ze al een beetje, dit is fake nieuws, hè? Heel, heel echt fake nieuws, hè? Maar de Arnhemse schietvereniging, de ASV, die mag dan nu pas vanaf het 12 jaar meisjes laten schieten. Dat wordt opgeheven. Als die meisjes 4, 5, 6 jaar geleefd had zeggen, ja, je kan me allemaal aan mijn reet roesten, maar ik ben liever een kerel. Die mogen naar de ASV. Nou, leren schieten. En dan zo snel mogelijk door. En dan, als er weer een uitbraak is van konijnen. En die schijnen dan stiekem te worden uitgezet. Konijnen ergens wat te eten geven. En die konijnen die gaan neuken als konijnen. Dan krijg je allemaal konijnen. En dat die meisjes van 8, die schieten de konijnen voor de kop. En dan een hond erbij, een tackle of zo. Of nee, wat is het? Ja, dat moet je me even vragen bij de ASV. Het is tegenwoordig allemaal veranderd. Het is fake nieuws, hè. Maar dan mogen die meisjes, die mogen de duin in of whatever. Even konijn schieten voor de hele straat. En dan komen die meisjes er terug. Gewoon 6, 7 konijnen van die zware joekels. En die leveren ze dan af bij die jongetjes die zo graag een meisje willen zijn. En die jongetjes, oh, wat een mooi konijn. Nou, en die jongetjes die gaan dan dat konijn helemaal opensnijden. Je kent het wel. En die meisjes dan zo lekker, ik heb de hele dag konijnen lopen schieten. Maar dat is alleen maar voor het antwoord te geven aan de psychische gevoeligheid, de aandachtigheid. De waarnaar wil ik op toegaanheid van de mens. Dat wordt niet gepikt bij die bij een bepaalde hardcore transgender organisatie. Ze vinden dat je als jongen pas een meisje mag willen zijn als je bereid bent om je penis te laten amputeren. En anders niet. En vooral die meisjes die dan graag een heer willen zijn, ja, die moeten een stuk siliconen erbij gelijmd krijgen en zo. En al die eileiders moeten verwijderd worden. En dan heb je bewezen dat je echt een jongen wil zijn. En niet alleen door met een gun in de ronde te gaan lopen slingeren om konijnen te schieten voor de hele straat. Of de hele portiek. Ja, het schijnt moeilijk te zijn. Maar die beweging dus die dat, de psychische kant van de zaak wil aanpakken. Die heeft een heel erg goede move gemaakt. En gezegd dat die operaties, ja, maar die penisamputaties en zeg maar castratie. Dus je wordt onsekselijk of zo, ongeslachtelijk. Dat kost alleen maar koolstofdioxide. Terwijl konijnen, ja, die zijn leuk om te aaien. En lekker om op te eten. Je gaat mij niet vertellen dat een konijn die in de ronde huppelt en die verzamelt allemaal CO2, hè? Snappen heel veel mensen niet, maar een konijn is een CO2-collector. Nou, dan heeft dat konijn heeft al die CO2 opgevangen en dan knal je dat konijn voor zijn kop. En dan kan je twee dingen doen. Je laat dat lijk, dat kadaver moet je zeggen. Het is een dier. Op zijn Nederlands is het lijk van een dier een kadaver. En een mens is een lijk. In het Duits doen ze daar niet zo moeilijk over. In het Engels ook niet. Maar in het Nederlands ik wel. Zo'n kadaver van een konijn schiet je dood, laat je liggen. En dat wordt dus ook weer CO2. Ja, of je stopt het konijn eerst in je nek. In je mond. En liefst met een goede marinade. Dat is CO2 neutraal. Ja, gras groeit toch. Ja, wat is het probleem? Toch CO2 neutraal? Nou dan. Maar de oppositie is sterk. Men is nog steeds heel erg voor amputatie.
terwijl ze weten dat het heel veel CO2 kost. Terwijl die meisjes allemaal op schietles doen. Die gaan op de fiets naar de Arnhemse schietvereniging hier in Arnhem dan. En dan zijn ze ook al bezig met schietverenigingen in Heer Hugo Waard. Nou, al die meisjes allemaal op de fiets. Even lekker uitgeven aan hun mannelijke aanwezigheid. En dan pief, paf, poef kunnen doen. En dan levende konijnen tot konijnenhap schieten. En die jongetjes die dan zo graag een meisje willen zijn, ja, die maken dat konijn wel klaar. En die hebben schone kleren voor dat meisje. Ja, dat zit helemaal onder de modder natuurlijk. Als je een beetje konijnen gaat schieten, moet je niet denken dat je in het bos inloopt van oh, konijn pief, oh, konijn poef. Nee, ben jij maar. Dat wordt nog overnachten ook. En de konijnen in kaart brengen. Met een tackle. Ik zou een tackle die houdt ze wel in de gaten hoor. Maar die moet je wel aan de lijn houden. Maar een tackle weet precies waar de konijnen zitten. En niet gaan schieten op die konijnen als die tackle hem wil pakken. Want als een konijn een tackle, als een konijn wordt gespot door een tackle, dan denkt die tackle maar één ding. En dat heet doel in mijn leven. En die gaat er achteraan, jongen. Zo. Ja, en onderwijl kan je niet het konijn voor zijn kop lopen schieten. Dat moet je niet doen. Maar dat schijnt die meisjes geleerd te worden. Maar dat mag straks niet meer. Jammer hoor. Dat het fake echt nieuws is. En dan die andere. Dat vind ik wel erg. Gaat ook weer over CO2. Bij de Verenigde Naties, er werken niet alleen maar onverstandige mensen. Nee, er werken ook mensen met verstand van chemie. En die hebben ontdekt, als de mens eet, en dan gaat het met name om koolhydraten en proteïne, dat ja, een deel daarvan, dat wordt excrement. En daar zit ook CO2 in. Of dat wat CO2 kan worden. Scheten zijn met name een probleem. Dat is niet koolstofdioxide, maar dat is koolstof met zwavel. Maar dat wordt CO2 en zwavelzuur. In de afbraken. Tot de basismoleculen zoals H2O en CO2. Daar heb ik er maar meer bij. H2O, CO2. Nou, heb ik er wel zo'n beetje. Ja, ijzer, dat hebben wij natuurlijk ook. We hebben FeO3 of zo. IJzeroxide, roest. Ja, daar zitten we ook mee vol. Dat is niet het grote probleem voor de klimaatverandering, maar de CO2 wel. Dus die koolstofconsumptie moet omlaag. En de grootste bronnen van de koolstofconsumptie, dat zijn koolhydraten en proteïne. En dat moet omlaag. Want anders dan stort het klimaat in elkaar. Ja, ik ben niet een angstaanjager of zo. Dit is echt, echt fake news. Ik heb het toch gezien op internet. En heb ik dus ook gelezen, ik heb het nu niet voor me staan. Hè? Er is een contrabeweging opgekomen. Ja, maar dan worden we straks allemaal zo mager, dan kunnen wij niet meer bewegen. Zo. Dat is de antithese, is dat. Hè? Dus de these is zo min mogelijk koolhydraten en proteïne vanwege de CO2. En die andere is, ja, dat kan niet. Want dan worden onze lichamen zo mager, dan kunnen wij niet meer bewegen. Nou, en dan is de synthese. Het is Hegeliaanse dialectiek. Van die lul van een Hegel. Hegeliaanse dialectiek. De synthese is,
Als je niet kan bewegen, dan maakt het niet uit dat je lichaam niet beweegt. Ja, we beperken de bewegingsvrijheid. En dan kunnen jullie rustig vermageren. Dan gebeurt je niks, hoor. Als je de hele dag in bed ligt. Dus één kommetje bonensoep per dag, dat is genoeg. Ik ben benieuwd hoe dat afloopt, die discussie. Op zich ben ik ervoor, hoor. Er is echt goed over gesproken wordt. Over onze CO2-uitstoot. Ik vind ook dat het bewegen moet dan goed aangepakt worden. Je moet die beweging tot minder bewegen, die moet je wel aanzwengelen. Dus binnen dat kader, ik zie ook echt een grote hoop in dit voorstel van de Verenigde Naties. Het verplichte onderwijs qua sport wordt afgeschaft. Sporten, dat maken we eerst vrijwillig. Dan gaan we, als je wil sporten, je een aantal kritische vragen stellen. En dan krijg je een pasje. En de eerste pasjes, die gelden voor je hele leven. En daarna krijgen we pasjes en die zijn maar 5 jaar geldig. En dan krijg je een pasje, een sportpasje, dat je mag sporten, voor een week. En dan moet je een nieuwe pas aanvragen. Want anders mag je niet sporten. Want het geeft alleen maar CO2. Ik zie daar zoveel mogelijkheden mee. Wauw. Al die bouwvakkers die wonen in Westervoort. En die gaan hun huizen voorlopig verbouwen in Zoetermeer-Zuid. Ja, dat mag niet meer. Vanwege de CO2. En mensen moeten minder bewegen. Zijn alle problemen voorbij? Nou, we zijn bij nummer 4. 1, 2, 3, 4, nummer 4. We hebben 6 punten. Bij nummer 4. Er komt uit Amerika dat daar beweerd wordt dat vaccins, vaccinaties, die inentingen, dat die zonder meer veilig zijn. Merkwaardig, vind ik dat. Waarom zou je dat zeggen, eigenlijk? Ik heb er nog geen bewijs van gezien, hoor. Dat vaccins veilig zijn. Maar ze zijn toch veilig. Blijven ze met zich. Ik snap dat niet. Jij wel? Of ben jij zo iemand die denkt van, ja, als ze niet veilig zouden zijn, dan zou het niet verplicht zijn. En waar baseer je die uitspraak op? Als vaccins niet veilig zouden zijn, dan zouden ze niet verplicht zijn. Dus veilige vaccins zijn verplicht, dus zijn niet, even kijken, maar die logica klopt niet. Als vaccins niet veilig zijn, dan zouden ze niet verplicht zijn. Dus dan zeg je, veilige vaccins zijn verplicht. Daar ben ik het niet mee eens, met die uitspraak al niet. Ook al is een vaccin veilig, waarom zou die verplicht moeten zijn?
Ja, want anders kregen mensen een bepaalde ziekte. En dan kreeg ik het ook. Ja, als jij die ziekte niet wil, dan moet je zo'n vaccin nemen. Dan heb je nergens last van. Maar je gaat toch niet andere mensen verplichten om zich te vaccineren? Als jij zo bang bent voor polio, nou, take a shot. Ja, neem een gokje. Volgens mij is het echt fake nieuws hoor, dat ze toch veilig zijn. Want ik snap niet waar je dat op baseert. De correlatie tussen... En moet je kijken naar de leeftijd waarop mensen gevaccineerd zijn. De eerste vaccins. En de leeftijd waarop ze niet langer normaal gedrag vertonen. Zo zielig. Ik was vandaag in de Albert Heijn. En er kwam een jonge man, 19. Zo. En die kwam er echt zo aandenderen. Ja. En ik zag dat al heel snel. Ja. Ik kan ook heel goed omgaan met mensen die helemaal dronken zijn. En, ik zie dat gelijk. Hij kwam als de stoomboot van Sinterklaas, kwam die op me af. En een oudere man, die liep vlak achter hem. En die pakte hem bij zijn schouders. En die zei, een stukje naar links, want er komt een meneer. Nou, dat had die vader, dat was zijn vader, denk ik. Dat had hij niet hoeven doen. Die jongen bedoelde geen kwaad. Hij zag mij, dat ervaarde ik. Hij zag mij. En hij moest ergens naartoe en hij zag mij en hij kon niet goed kiezen. En zijn vader die manoeuvreerde hem dan het juiste gangpad in. En die jongen die riep nog, ik heb niet omgekeken, maar die jongen die riep nog, dag meneer, dank u wel voor het opzij gaan. Die mens was 19, 18, 17. Die was autistisch. En autisme is helemaal geen ziekte of zo. Maar hij heeft een ernstige beschadiging in zijn aanwezigheidssysteem. Net zoals als een tv die dan, dat noemen ze een maandagochtendproductie. Met een kapotte chip links achterin. En dat doet het nog wel, maar af en toe moet je er een klap op geven. Mislukte tv, zoiets is het. Er wordt nooit meer wat met het kind. Je kan ook zeggen dat die autisten, dat ze dement zijn. Ja, dementie op jonge leeftijd. Verrotte hersenen. En dit was geen fake news. Dit heb ik echt meegemaakt vandaag in de Albert Heijn. Hier in de... Is dat? De Vossenstraat? Ja, vlak bij mij. Vaccins zijn levensgevaarlijk. En ze gaan er maar mee door. En dat wordt nog verplicht ook. Misschien moeten we de mensen die allemaal willen dat wij ons laten inspuiten met beschimmelde producten, vermengd met timerosal, squalene, aluminium en formaldehyde.
om maar een graai uit het mandje te nemen. Al die mensen die vinden dat wij dat verplicht moeten laten inenten, dan laten wij hun eens verplicht inenten of inprenten. Een mooie paintballactie, goed voorbereid, via social media. Dat je het even weet. Maar fake hoor, dat de vaccins toch veilig zijn, dat is niet zo. De statistieken spreken het tegen. En volgens de Germaanse gezondheidsleer is de geest een weerspiegeling van het lichaam en vice versa. Met die Chinese filosofie, met yin en yang. Je geest is, wat denk je? Ja, je geest is yang natuurlijk. En je lichaam is yin. Nou, dat verhoudt zich tot elkaar. Dat vibreert heen en weer. Dus alles wat zich lichamelijk afspeelt, dat speelt zich ook in een spiegelbeeld in de geest af. En vice versa. Er zijn experimenten gedaan. En dan gaven ze proefpersonen te veel te eten. Genoeg te eten. En dan bij de ene groep hadden ze een verlichting, kalampjes. Zoiets als kaarslicht. Of een beetje, ja, kaarslicht, een beetje geel, wit licht. Nou, en die andere groep die kregen groen licht. En die derde groep die kreeg de paars-blauw licht. Nou, die laatste groep die vond het eten niet te vreten. Maar het was wel hetzelfde eten. Maar die kregen maag-darmproblemen. En ik vind het niet lekker. Als ze die mensen hadden gedwongen om door te eten, dan hadden ze moeten kotsen. Dit soort dingen zijn bekend. En het probleem met vaccinatie is dat je heel gemakkelijk een verstoring kan laten optreden in het maag-darmsysteem. Want je maag en je darmen, dat is een samenwerking. Het is een biotoop. Het is een flora. Dat zit er allemaal in. Escherichia coli, E. coli zit erin. Een beetje salmonella zit er ook altijd wel in. En nog meer hoor, echt heel veel. Je kan een scala van maken. En Andrew Wakefield, dat was een maag-darm specialist. Die was alleen maar bezig met kinderen met een eetstoornis of whatever, of buikpijn of zo. Hij wil niet eten. Ja, dan ging hij met een beetje vies verhaal, met zo'n ijslollystokje. Maar dat is wel steriel en zo. Hè. Met een ijslollystokje, zo een beetje poep. Niet zozeer die poep, dat gelooft hij wel. Maar je moet die... Ja, die flora moet je hebben. Die zit niet per se in die excrementen. Zegt ook wel wat hoor, die excrementen. Dan moet die darmflora moet je hebben. En dan maak je daar, dan doe je dat in verschillende petrischaaltjes. Zoiets als een schoteltje met een dekseltje. Een petrischaaltjes. En dan heb je petrischaaltje met dit, petrischaaltje met dat. En dan kijk je maar wat er tot leven komt.
En dan kan je zien dat er, noem het maar, illegale immigranten zitten. Die eigenlijk niet thuis horen in dat lichaam. Ja, dan moet je die darmflora in orde brengen. Ja, daar heb je een plan voor nodig. En er zijn er ouders geweest die tegen hem zeiden, toen hij dus een patiënt had opgeholpen, een jongetje, een meisje. Hij had dat darmflora-probleem opgeholpen. En dat die ouders dan bij de laatste controle of zo tegen Andrew Wakefield vertelden van ja, wat ook heel toevallig is. Hij had, of zij, was autistisch. En nou niet meer. Dat begon Andrew Wakefield op te vallen. En toen is hij een zelfstandig onderzoek begonnen. En toen kwam hij erachter. De correlatie is daar. Mensen met autisme, die kinderen dan. Ik snap er helemaal niks meer van. Ja, het geestelijk opnamevermogen is verminderd. En dat komt door het lichamelijk opnamevermogen. En je lichamelijke opnameapparaat, dat is je maag en je darm. Ja, en een beetje je mond. Maar in je mond zit in de regel niet zoveel rotzooi. Maar in je darmen. Ja, en toen kwam hij achter de link met die vaccinaties. Dus vaccinaties kunnen een verstoring van het darmkanaalsysteem, huppeltje pup, tot gevolg hebben. Dat is aan het hand. Vaccinaties zijn helemaal niet veilig. Ja, het is maar gelukkig dat het fake news is, hè? Dat vaccinaties wel veilig zijn. Oh, die andere fake news, maar die is heel flauw. De aarde is plat. Nou zeg. Er is er eentje van zo'n platte aardeman en die mist 4 van zijn ondertanden. En die zit onder de tatoeages. En die heeft zwaarden in huis. En hij gebruikt van die, waar mijn dochter ook zo van houdt. Van die tribal stuff. Ja, ik ga het niet nadoen. Dat is fake news, hoor. Ja, niet die kerel met de missende 4 ondertanden. Die van zijn ellendige uitkering. Want ik zou niet weten waarom je zo'n kerel in dienst zou willen hebben. Oude vent van de jaren 45 of zo. Ja, ik ben een 60, maar ik ben bijna 60, maar ik ben een jonge vent. Hij is een oude lul. Van 43. Je kan geen wijven meer neuken. Dan gaat hij maar maf doen op internet met zijn platte aarde. Ahahaha. Nee, platte aarde is fake news. In Griekenland hebben ze een experiment gedaan. Staat op naam van Prokladimades of zo. Look it up. Er zijn 2 paaltjes in de grond gehamerd. En dan precies waterpas. Dat konden die Grieken ook hoor, waterpas. Gewoon keihard rechtop. En dan op hetzelfde tijdstip, met dezelfde klok. Ik weet niet of ze al klokken hadden in Griekenland. Met zandlopers kom je ook een heel eind. En die stokken moeten een stuk uit elkaar staan. Liefst zo ver mogelijk. En dan kan je het zien. Dan kan je de omtrek van de aarde uitberekenen.
Dan moet je aannemen dat de aarde een bol is. En aan de schaduwen, de schaduwlengtes van die twee stokken, weet je hoe groot die bol is. De diameter. Inmiddels hebben we daar veel nauwkeuriger metingen van. Dat is allemaal duidelijk. En die Grieken, die hadden... Dat zat... Zaten ze er 50% naast of zo. 30. Maar wel... naar de technologie van die tijd goed ingeschat. Nou, en wij bij de zeevaart. Dus nu werken we met GPS en satellieten. Je hebt ook nog een methode, die is supergeil. Op z'n Duits dan. Hè? Dan heb je een kom, een grote kom, denk ik. En daarin zit een metalen kogel. Welk metaal, weet ik niet wat nodig is. Het moet magnetisch zijn. En dan elektrische sensoren eronder. En dat monteer je ergens in een schip. Dan heb je geen GPS nodig. Moet je af en toe een beetje bijstellen, maar het is wanhopig nauwkeurig. Want iedere beweging die het schip maakt, die laat die kogel rollen. Daar zet je een computer achter met 128 bit. Ja, op voorwaarde dat die kom perfect is. En die kogel mooi rond. Dan is er niks aan de hand. Dan weet je precies waar je bent. Ja, de computer weet het nog. Dus je hebt geen GPS nodig. Maar GPS is wel zo makkelijk. En vroeger hadden ze niet zo makkelijk. En dan hadden ze een sextant. En dan meten ze de hoek naar de poolster. En de poolster, die staat altijd op dezelfde plek. De vraag is of je hem kan zien. Je moet een heldere nacht hebben. Overdag kan je de poolster niet zien. Ja, en als de hoek tussen de poolster en de horizon, als die naar 0 graden gaat, ja, dan weet je dat je bij de evenaar zit. En als je de poolster daarna niet meer kan zien, ja, dan ben je naar het zuiden aan het varen. En dan moet je als de zodemieter overschakelen met de sextant te richten op het Zuiderkruis. Dan heb je weer een tabel. Dat is een kunst hoor, dat was toen echt een kunst. Je moet dus de poolster in de gaten houden, het Zuiderkruis, als je over de evenaar gaat. Maar dan ook nog het tijdstip waarop het licht wordt en het tijdstip waarop het donker wordt. De godganse tijdje zandloper omdraaien. Want anders ben je hopeloos verloren. De aarde is plat, dat is echt fake nieuws. Het slaat nergens op. En ik vind ook die mensen die erop tegen zijn, hè, op dat platte aarde gelul, die besteden daar zoveel aandacht aan. Ik heb het er ook al 10.000 keer over gehad, maar ik lul er maar een beetje over. Maar mensen maken helemaal filmpjes met intro's en dit, dat, zo. Man, bespaar je de moeite.
dat de aarde plat is, het is een leuke gedachte en het appelleert aan een archetype van ons. Een archetype, dat is een... Dat komt van Carl Gustav Jung, die tijdgenoot van Friedrich Nietzsche. Archetypen, dat zijn de bouwstenen of de fundamenten, de eigenschappen van je aanwezigheid. En wat jij wil, is dat jij gewenst bent. Eigenlijk wil jij dat jij de wederkomst van Christus bent. Dat je hier gekomen bent om iets te doen met een noodzakelijkheid. En die mensen halen dat uit die platte aarde. En ik snap dat wel, ik snap die behoefte wel. Maar daarvoor hoeft de aarde toch niet plat te zijn. Dat nou. Dan je neemt je vriendin mee naar een Italiaans restaurant en die zegt van ja, ik wil wel wat eten, maar alleen pizza, want de rest lust ik niet. Maar ze hebben er ook escalopsie bandodo. Ja, maar dat heb ik nooit gegeten, ik wil alleen maar pizza. Ja, zo'n vriendin heb ik ook gehad. Dan heb je ook mensen die dan denken van ja, ik wil wel leven, maar alleen op een pizza. Als ik niet op een pizza leef, dan ben ik niet gewenst, dan houdt God niet van mij, dan heb ik geen doel in mijn leven, ik moet op een pizza leven. Maar het is fake nieuws. De wereld is geen pizza. Dan kunnen we alles overnieuw gaan doen. Alles. Te beginnen met Isaac Newton. Nee, maar dan heb je even lekker veel werk. En wat slaat het op? Je moest dus weten wat die natuurkundigen allemaal bewezen hebben. Te beginnen met Isaac Newton. Isaac Newton. Goeie gozer was dat, by the way. Isaac Newton is in zijn dagen besmuikte. Want hij had het over de wet der aantrekkingskracht. Iedereen zei, ik heb ook heel veel aantrekkingskracht. Er komt er zo'n blondine voorbij met van die vertrouwenswekkende tieten. En ook van die hele intelligente kontpartijen. En dan denk ik, wow, ik voel me aangetrokken. Isaac Newton is een lul. Nee, je begrijpt Isaac Newton niet. Je hebt een begrip en het heet weegschaal. Ja of nee? Ja? Nou, wat Isaac Newton heeft gezegd. Als je nou twee objecten hebt. En die hang je aan een, in het luchtledige. Dat kan ook niet allemaal. Maar die hang je aan een heel dun nylon draadje. Ja. Die twee objecten, omdat ze beide een gewicht hebben op de weegschaal. Twee heliumballonnen, die hebben geen gewicht op de weegschaal. Je kan wel een heliumballon op een weegschaal leggen. Die gaan omhoog. Maar in de mate waarin twee objecten gewicht hebben, in die mate trekken die twee objecten elkaar aan. Dat is onverklaarbaar hoe dat werkt, by the way.
Het is zo. Ga maar narekenen. Oh ja, en je gewicht, dat is dus de mate waarin de weegschaal uitslaat. En de massa, dat is de massa. Jouw gewicht op de maan is maar 1/6 van hier op aarde. Dat is zo. Even uitgaande dat de maan bestaat, maar ik denk het wel. En de maan is kleiner dan de aarde. Grofweg 1/6. Dus als jij hier op aarde 100 kilo weegt. Zo, ik ben een beetje obese. Ja, dat ligt er maar aan hoe groot je bent. Hè? Ja. Maar je weegt hier op aarde 100 kilo. Als je natuurlijk 50 centimeter hoog bent en je weegt 100 kilo, dan zou ik me even zorgen gaan maken. Iets minder eten. Hè? Maar je weegt 100 kilo hier op aarde en dan weeg je op de maan. Een zesde, 16 kilo. Dat is je gewicht. Hè? Je gewicht verschilt in de. En die wetmatigheid met de zwaartekracht constante, die heel klein is. Dus twee massa's, die trekken elkaar aan met een kracht, en dat is de zwaartekracht constante, gedeeld door. Zijn die beide massa's, die druk je uit in newton, vierkante meter of zo? Newton, ik weet het niet precies. Niet kilogrammen, dacht ik. Niet in grammen, of juist. Nou ja, goed, zo'n tijd geleden. De aarde is niet plat. En zwaartekracht, het is een. Ja, die is. Dat klopt allemaal. De valversnelling hier op aarde is 9,8 meter per seconde kwadraat. En op de maan, ja, per definitie niet. Ik zeg niet dat we op de maan geweest zijn, gaat het mij niet om. Volgens mij zijn we dat niet geweest. En als we er wel zijn geweest, dan zijn we vergeten geweest. Om de foto's van te maken. Die moet er nog even bij. Dus dan hebben we toch nog 7 onderwerpen. Dus het 6e onderwerp. De maanlanding is echt gebeurd. En ze hebben bij die maanlanding. Hoeveel keer zijn ze naar de maan geweest? De eerste was Apollo 11, volgens mij. En de laatste Apollo 16. Dus 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dus dan zijn we 6 keer naar de maan geweest. Met mensen. En toen vonden we het niet leuk meer. En dan hadden ze een control station in Houston, Texas. Houston, we have got a problem. En daar werden alle gegevens opgeslagen. Dat wordt verteld. Op van die videobanden. En dan hebben we het over de telemetrische gegevens. Dus de temperatuur in de cockpit, zuurstofgehalte, brandstofverbruik, temperatuur van de buitenkant, zeg het maar. Dat werd natuurlijk allemaal zorgvuldig opgeslagen, want als er iets fout gaat, moeten we achteraf kunnen zien waarom het fout ging. Alle banden met die telemetrische gegevens, die zijn gewist. Ja,
kleine kinderen en dronken kerels spreken de waarheid. Dat is allemaal gewist. Ja, want we zijn namelijk helemaal niet naar de maan geweest. Er was ook geen enkele reden voor. Waarom zou je naar de maan gaan? Wij Hollanders, wij zijn naar Indonesië gegaan en we zijn getraumatiseerd teruggekomen. Wij Hollanders, we zijn naar Libië gegaan en we zijn getraumatiseerd teruggekomen. Wij Hollanders zijn naar Srebrenica gegaan en daar zijn we getraumatiseerd teruggekomen. Die Amerikano's, die zijn naar Vietnam gegaan en die zijn getraumatiseerd teruggekomen. Dus waarom zou je naar de maan gaan? Is het daar vredig of zo? Ja, het lijkt me wel. Alleen maar stof en stenen. Ja, maar hele bijzondere stenen. Ja, en het is wel zo dat die ene maansteen die aan... Wie was het nou? Oh, dat was Drees. Vadertje Drees. Die vrijmetselaar. Die nam een maansteen in ontvangst. En die heeft hij overgegeven aan een technische universiteit. Eindhoven, Delft, Enschede, zeg het maar. Maar ga maar onderzoeken, dit is heel bijzonder steen. Ja. Het was versteend hout. Petrified wood. En op de maan is... waarom zou daar koolstof zijn? Of de maan bestaat uit koolstof? Moet je even over nadenken. Maar volgens mij bestaat de maan voornamelijk uit silicium. Een stof, een rotzooi. Koolstof? En ze hadden er ook patronen in gevonden. Want het was niet zomaar koolstof. Nee, er zaten van die lijntjes in. Bij nadere inspectie. Nee. Dit is versteend hout. Als de maanlanding echt heeft plaatsgevonden, dan, waarom hebben ze dan Willem Drees een stuk versteend hout gegeven? Want dat Willem Drees een stuk versteend hout is gegeven, dat staat vast. Dat staat op Wikipedia. En dat is geen fake. Niemand doet er moeilijk over. En dat is fake. Die fijne Geert Wilders, laat die een keer opstaan en zeggen tegen die Amerikanen van... Hey, jullie hebben de minister-president van Nederland begin jaren 70 een stukje versteend hout gegeven... onder het mom dat het een maansteen was. Jullie zijn een stelletje leugenaars en ik open nu de oorlog en dan sturen we die F-16's die wij nog hebben... Hoppakee, naar Amerika toe en dan schieten we nog een paar Twin Towers eruit. Of je biedt je excuses aan. Maar Geert Wilders is niet echt een volksmenner. Helaas. Hier is alleen maar bijstandsvrouwtjes en moeders de baas. En een paar doorgedraaide Hollanders. Qua mannen. Hey, het allerergste is het... laatste fake news. Ik kan er niet over uit, hoor. Kijk, in de 19e eeuw... had je Pio Nono. En jij weet wat Pio Nono is, hè? Dat was een bijnaam van Pius de Negende. Dus de negende paus die Pius heette. Dus dan moet je nog even de schrik om het hart slaan dat je momenteel Franciscus de Eerste hebt. En je hebt ook nog Johannes de
33ste gehad, hoor. En toen Johannes Paulus, Johannes Paulus II, die hebben ze gelukkig, of gelukkig, maar die is dan, die is dan doodgeschoten. Of genetisch vergiftigd. Maar dat weet je ook niet precies, want een autopsie mag niet plaatsvinden. Geen lijkschouwing op een paus. Dus ja, dat kan niet. Maar Johannes Paulus I is merkwaardig snel overleden. Dat was de Willem Oranje, Willem van Oranje van het Vaticaan in de jaren 70. Ik ben zo trots, hè, dat ik een uitzending heb gemaakt over Willem van Oranje. Maar nu dat fake news, hè. Kijk, Pio Nono, je snapt de woordgrap, hè. Pius de IX, die heeft zichzelf onfeilbaar verklaard. Ik laat even een pauze van. En nu kun je zeggen, ja, dat is geen nieuws, want dat was van de 19e eeuw. En dat ben ik wel met je eens. Maar nu blijkt dat men dat nog steeds vindt. Dat de paus onfeilbaar is. Ik vind het fake nieuws, hoor. Dat klopt helemaal niet. Nu heeft later die Franciscus de I... Oh mijn god, hoeveel komen er nog, hè? Die heeft gezegd... sodomieten... mogen... sodomiëren... sodomieteren, moet je denk ik zeggen. De sodomieten mogen blijven sodomieteren... en krijgen volledig 100% lidmaatschap... van de kerk. Reetridders, welkom. Het gaf me een rel, man. En er was er een of andere kardinaal en die stond op en die zei, of een aartsbisschop. Waarom heet een bisschop eigenlijk een bisschop? Je zou ze allemaal een schop onder de kont moeten geven. En die bisschop die dan geen schop onder zijn kont had gekregen, die zei van ja, kijk, de paus is onfeilbaar als die in zijn stoel zit. En dit zei hij in een vliegtuig. En weet je dat ook weer? Zo gauw de paus uit zijn stoel komt, gelijk zo'n SM-bal in zijn bek. Hoppakee, bek houden. Handen achter zijn rug, vastbinden. Op een bed of zo. Beetje papje geven. En dan mag hij weer op zijn stoel zitten. En dan spreekt hij weer de onfeilbaarheid uit. Mooi zo. Voor de rest zijn bek houden dus. Erg fake, hoor, dat de paus onfeilbaar is in zijn woord. En zielig, vind ik het. Fake, vind ik het. Echt fake, niemand. En vooral als je beseft dat Franciscus de I, Jorge Mario Bergoglio, die was hoofd van de orde der Jezuïeten, dat is de militaire tak van de katholieken van Babylon. De militaire tak van Babylon, hij was het hoofd. In Argentinië, tijdens de vuile oorlog. Toen Maxima lekker in de rondte huppelde van oh la la la, Astor Piazzolla, Astor Piazzolla, oh la la la. Die vader, die Sorrighetta. Die was toen minister van Landbouw.
In die dagen was Jorge Mario Bergoglio hoofd van de Jezuïtenorde aldaar. Hoezo is de paus onfeilbaar? Dat is fake nieuws. Dat is niet zo. Dat kan helemaal. Daarmee zeg ik niet dat iedere katholiek een smeerlap is. Ik zeg dat de paus een mens is. En niet de plaatsvervanger van Christus. Hij lijkt de paus, al die pausen. Want we hebben er een aantal gehad, jongen. Maar al die pausen lijken voor geen meter op Christus Jezus. Toen Christus Jezus zei, laat de kinderen tot mij komen. Dat was niet om die kinderen geen vieze woorden zeggen. Maar dat bedoelde Christus niet. Met kinderen bedoelde Christus onwetenden. Christus heeft er ook verteld dat het geen donder uitmaakt wanneer je aan de slag gaat. De vraag is of je aan de slag gaat. Je loon is hetzelfde. Dat maakt niet uit. Friedrich Nietzsche heeft mooi gezegd dat in de werkelijkheid dient het moment. Dat is zo. In de werkelijkheid, je werkt voor het ministerie van Huppeltje Pup, of het maakt niet uit wat. Maar het gaat om het moment in de werkelijkheid. En als je te laat bent, dan ben je verfukt. Dat klopt, wat Nietzsche zegt, Friedrich Nietzsche zegt. Christus zegt, het maakt niet uit. Je bent nooit te laat. Een hele positieve boodschap van Christus. En dat de paus de plaatsvervanger is van hem totdat hij terugkomt. Voor hetzelfde geld heeft hiermee de hele organisatie en hun kleinkinderen en hun kleinkleinkinderen en hun kleinkleinkleinkleinkleinkleinkinderen, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende generatie, het onheil over zich afgeroepen. Want het echte nieuws is een goed nieuws. Namelijk dat moraliteit de oorzaak is van saamhorigheid. Goed begrepen? Nou, dit was al het fake nieuws voor vandaag. Erg bedankt voor het luisteren. En op zijn hamburgers... Zag ik tjus. Een dag lieverd.